Dit is het Omroep Tilburg Regio Nieuws van maandag 21 mei met vandaag. 8e editie NK Streetways in Goorle. Tilburgs dierencrematorium opent de deuren. Voor de 8e keer vond maandag in Goorle het mountainbike evenement van het jaar plaats, de Streetways. Mountainbikers uit de regio en daarbuiten streden tegen elkaar om een van de titels van de verschillende categorieën. Sport, spanning en vermaak in het dorp. Waarbij we sport, wedstrijden, heel hoog sportieve elementen. Er wordt hier niet voor niets een Nederlands kampioenschap gereden. En spanning, ja, dat spreekt voor zich. En vermaak, ja, je ziet hoeveel mensen er rond het parcours rondlopen. Ja, mensen vinden het leuk om naar het fietsen te kijken. Vinden het leuk elkaar te ontmoeten, wat te drinken. En dat onder deze omstandigheden. Dus wij doen dit nu voor de 8e keer. En het wordt populairder en populairder. We krijgen aandacht van allerlei organisaties. En de gemeente is zwaar ingestapt dit jaar. Ex-profs, ja, dat is gewoon heel erg leuk. Dat streelt je ego ook een beetje, want dat betekent dat je op de goede weg bent. Niemand minder dan RTL-presentator en sportverslaggever Humberto Tan was naar Goorle gekomen om de oud-professionals voor te stellen op het podium. En hij besloot stiekem ook even een kort ritje op de fiets te maken. Nou, ik was nieuwsgierig. Dit is al het 8e jaar. 10.000 man komen kijken hier. En ik dacht, lijkt wel mooi om een keertje te zien. Dus daarom ben ik hier. Prachtig weer. Mooi uitgangspunt voor uitgangspositie voor een mooie wedstrijd. Ik zie al die dikke banden van die fietsen. Dus dat is, ik ben wel nieuwsgierig naar de wedstrijd. De Streetways werd verreden in verschillende categorieën. De bedoeling hiervan is dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan het evenement. Ja, de doelgroepen variëren van elite rijders, van professionals dus, ex-professionals, maar vooral ook funklasse rijders. Dat zijn mensen die elke week in het bos of op de weg ergens fietsen en het leuk vinden om een wedstrijdje te rijden. Wat spanning, sport in hun, laat ik zeggen, recreatief doel brengt. Maar ook de kinderen. We zien een enorm aantal kinderen meedoen. Het eerste jaar deden er 50 mee, dit jaar 131. Waarbij de ouders het leuk vinden om hun kinderen te zien fietsen. Waarbij die kinderen het leuk vinden om met elkaar een wedstrijdje te rijden. Een echt wedstrijdje. Die het enorm leuk vinden om in een rood-wit-blauw truitje op het podium te staan. Dus ja. Dat zijn de doelgroepen varieert van kinderen tot volwassenen en ex-professionals. Dus alles wat er tussenin zit past. De organisatie is heel blij met de opkomst van dit jaar, waar de Business Race als nieuw onderdeel werd geïntroduceerd. We staan niet stil. We staan echt niet stil. Dit wat we met die ex-profs, wat je hier achter ons gaande ziet, ja, dat is iets wat we nu voor de derde keer doen. Dat was vanaf de eerste keer een enorm succes. En zo bouwen we stil aan nieuwe dingen in. Dit jaar hebben we een Business Race, zijn we aan het proberen. Voorzicht zijn maar 11 deelnemers, maar goed, als dat een beetje wil lukken, gaan we dat volgend jaar wat anders uitdragen en gaat dat wat anders georganiseerd worden. Dus we blijven continu vernieuwen. Vliegbasis Gilserijen is de komende tijd gastheer van twee internationale oefeningen van jachtvliegtuigen en helikopters. De eerste oefening vindt plaats tussen 23 mei en 6 juni en draait om het redden van vliegtuigbemanningen uit vijandelijk gebied. Op 18 juni start de tweede oefening, waarbij de grondserviceverlening en calamiteitenprocedures worden afgestemd. Deze oefening duurt tot 22 juni. Het afscheid van een dierbare. We hebben er allemaal wel eens mee te maken gehad. Gelukkig is het houden van een uitvaartdienst vaak een mooie manier om afscheid te nemen. Maar wat als het gaat om je hond, je kat of een ander lievelingshuisdier? In Tilburg is er nu een dierencrematorium, waar je met je overleden huisdier naartoe kunt voor een afscheidsdienst. Mensen beschouwen hun huisdieren steeds meer echt als onderdeel van het gezin. Van je vader, moeder, kind doe je ook niet zomaar weg. Daar doe je ook een echt uitvaartdienst voor houden. En vandaar dat de vraag gewoon vanuit de mensen steeds meer is om op een gepaste manier afscheid te kunnen nemen van hun huisdier. Het idee voor een crematorium speciaal voor dieren is niet nieuw, maar bestaande crematiemogelijkheden zijn ver van Tilburg verwijderd. En daarom niet altijd even toegankelijk voor mensen uit onze regio. En dat het echt een behoefte is van de mensen, merken we. En ik wil ook geen fabriekachtig gevoel krijgen. Het wordt steeds bekender bij de mensen wat er met een huisdier gebeurt als je het bij de dierenarts achterlaat. Dan gaat de destructie in en is niet per se een heel prettig proces. Dus ja, weet je, het is het laatste wat je kunt doen op dat moment. Dus dat moet gewoon goed. Het crematorium kan op twee manieren cremeren. Individueel, waarbij het baasje de as mee naar huis krijgt, maar ook collectief.
Collectief cremeren is zeker voor mensen met een kleine portemonnee is een stuk goedkoper, maar toch een fijne, prettige manier om jouw diertje afscheid van te kunnen nemen. En eens in de zoveel tijd gaan we die uitstrooien over de Noordzee, zodat ook die as gewoon een mooie bestemming heeft. En voor wie nieuwsgierig is geworden naar het dierencrematorium, op 17 juni is iedereen welkom tijdens een open dag. En dan nog het weer. Morgen daalt de temperatuur licht en is er ook met name in de middag en avond kans op een beetje neerslag. De wind zwakt iets af naar windkracht 2. Dit was het Omroep Tilburg Regio Nieuws van 21 mei 2018. Voor meer nieuws uit de regio kun je terecht op onze website www.omroeptilburg.nl.